Welkom bij een nieuwe video op dit YouTube kanaal. Vandaag een andere video als normaal. Ik heb een GoPro gekocht, een GoPro Hero 7 Black. Daarmee wil ik dus bijvoorbeeld achtbanen filmen of een keer een zwembad of zo. Maar ook gewoon activiteiten zoals wandelen of zoiets. Hij is ook waterbestendig, dus als het straks een keer regent in de Efteling, dan kan ik ook gewoon filmen, door blijven filmen. Dat was de vorige keer nog wel een probleem in vlog 2. Dus zodoende, ik moet er nog een harnas bij kopen, want dan kan ik ook in de achtbaan filmen. Die komt vandaag als het goed is binnen, dus daar wacht ik nog heel even op. Ik heb hem ook een deel voor de vakantie gekocht gewoon. Omdat ik dacht, dat is wel handig, kun je daar ook beelden van schieten. Hij kan 4K filmen, dus dat wordt hoge videokwaliteit. En dat was eigenlijk wat ik wou vertellen. Dus nu ga ik nog even van de kabelbaan af. En dan sluit ik de vlog alweer af. Ja. Ik wilde heel even kijken hoe dat dan zat met de kabelbaan bijvoorbeeld. Hoe die daar dan beelden van maakt, dat ik weet dat dat heel mooi is, maar ik wil het graag even zelf zien. Dus ik laat, ik ga nu eventjes met de camera zo op de kabelbaan en dan zo. Er zitten wat spetters op de lens, die haal ik er straks eraf. Maar hij doet goed op de kabelbaan. Dus dat is helemaal super. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. En de volgende video die komt alweer binnenkort. Dus doei doei!